Kun je me vertellen wat hier vandaag wordt georganiseerd? Ja, het is een wedstrijd van de daklozen tegen de politie Amsterdam. Het is een afscheidswedstrijd voor een collega van ons die met pensioen gaat. Voor onze kant dan, dus Philip Hammel is dat. Ja, dit was een geweldige verrassing. Het is vandaag mijn officiële afscheid als buurtregisseur van dit mooie wijkje. En nu blijkt dus dat ze een wisselbokaal ingesteld hebben om te kijken dat we tussen de politie en het HVO om jaarlijks een voetbaltoernooitje te organiseren. En daar is een wisselbeker bij en de wisselbeker heeft mijn naam gekregen. Ik ben nog steeds overdonderd, dus ik heb nog niet eens goed kunnen bekijken wie hier allemaal in het veld staan en wie er allemaal meedoen. Je hebt zelf net gespeeld. Hoe was het om tegen de daklozen te voetballen? Nee, is leuk. Ik bedoel, tegen wie je voetbalt maakt voor de sport niet uit. En het is gewoon goed voor de verbinding, want je merkt gewoon wel dat je opmerkingen hier en daar hebt die grappig zijn, maar wel iets betekenen. En ik denk dat het ook een band schept. Ah ja, het is wel leuk. Leuk initiatief van de politie dat ze ook meedoen. En, het is wel leuk. Niet echt bijzonder of zo. Er zijn ook mensen, maar het is wel een lekkere wedstrijd. De politie heeft ook best wel veel conditie, dus het is wel even zweten. Ja. Ik weet niet hoe ik me vanavond voel, maar dat mag de pret niet drukken. Je moet er gewoon, als je het doet, moet je het goed doen en dan moet je er ook lekker in gaan. Kijk naar je man!